Stel dat je dus straks geen wethouder wordt. Wat gaat Rita Verdonk dan doen? Nou, dan blijf ik uh, in de raad. En dan uh, ga ik zorgen dat ik uh, ja, maar in de raad uh, gewoon inzet voor, uh, voor de burgers. Kijk, en ja, kijk, hart voor Haag is natuurlijk ook een jonge partij. En uh, dus ja, ik zou ook uh, misschien wel wat jongeren uh, met me mee kunnen nemen. Uh, mensen die de toekomst zijn uh, voor de partij. Ja, om om ja, die alvast wegwijs te maken in. Uh, in het politieke spel, laat ik het zo maar, uh, maar noemen. En uh, ja, daar zie ik ook naar uit. Dus uh, ja, waar ze me nodig hebben, daar ben ik gewoon. Ja, dat snap ik. Aan de andere kant, als je als je somt je net even op van wat je allemaal meegemaakt, hebt, hè, als, als Kamerlid, minister ook. Ja, dan, dan is toch het raadslidmaatschap, dat is dan toch gewoon, ja, be, ik zou bijna willen zeggen, beneden je niveau. Maar je je, je komt hier toch wel met een doel en dat is natuurlijk dat, dat, dat Hart voor de Haag op de Mos in een college komt. Als dat niet. En dat je dus uiteindelijk ook wethouder wordt. Dus als dat dus niet lukt, dan lijkt me dat een zeer bittere pil. Dat zou ik jammer vinden, maar een zeer bittere pil ook niet. Kijk, ik wist het toen ik erin kwam. Hè? Ik wist ook wat er aan de hand was en wat er allemaal speelde. Dat heb ik allemaal mee laten wegen. In mijn beslissing om ja te zeggen tegen Richard. Dus ja, we zullen zien wat het wordt. En ja, kijk, ik ben in een hele andere fase van mijn leven, hè. Hoef het hoeft niet allemaal niet. Ja, ja ik okay. wil me heel graag inzetten voor de stad. Ik vind het prachtig. Kom hier naartoe lopen. Uh, het is allemaal dichtbij. Uh, eh, ja, ik, ik zit met mensen die enorm veel weten van de stad. Nou, ik uh, woon hier nu drie jaar, maar ja, ik woon al veel jaar in de regio. En ik was altijd al gericht op Den Haag. Dus ik heb ook wat met die stad. Ik vind het een prachtige stad. Ja, dat ik dat zo nog mag doen. Ja, dat is toch fantastisch.